Vandaag ga ik jullie meenemen in een kijkje in de salon. Daar zit een geweldig leuk meisje te wachten die droomt van een mooie lange bos haar. En zij heeft al enige tijd heeft zij niets aan haar gedaan. Dus ik ben nu onderweg daarheen. En ik denk ook dat het heel leuk is als jullie echt een kijkje kunnen nemen. Hoe iemand dat nou ervaart en wat ze daar leuk aan vinden. Friendless naar mijn leuke collega's. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik zie jullie zo terug in het filmpje. Hey Amee, hoi. Hallo. Vandaag gaat het eindelijk gebeuren. Hè? Je krijgt een droom gaat eigenlijk uitkomen. Inderdaad, eindelijk. Ja. Wil jij onze kijkers eens vertellen wat jouw droom gaat zijn? Met je haardroom, hè, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ik heb inderdaad liggen googelen. En ik heb een mooi plaatje van. Ik wil altijd al een mooie bos donkerrood haar. Dus dat is eigenlijk mijn wens. En een bos met donkerrood haar, maar wil je dan ook wat meer volume of meer krul of lengte? Wat is je droom? Ja, vooral het volume, want ik vind zelf dat ik best dun haar heb van mezelf. Dus gewoon wat meer en wat de lengte, liefst niet te lang, want dat vind ik weer te nep. Dus liefst gewoon tot net hier zo. En natuurlijk een hele gave kleur, hè, want je liet onze afbeelding zien. Kun je eens aan de kijkers laten zien wat je... Ja, droomkleur is? Ja, dat is deze kleur. Maak eens een draai. Dan kunnen we eens even de achterkant bekijken. Ja, je ziet dus echt inderdaad dat je een tijdje lang je haar een beetje hebt verwaarloosd. Wat dode puntjes. En we gaan daar gewoon voor zorgen dat dat vandaag helemaal shiny, flitsend wordt. Met een mooie afsluiter, een leuk make-upje. En... Ja, ik hoop dat je alle vertrouwen in ons hebt. Ja, ik ben zeer benieuwd. Vertrouwen heb ik sowieso, dus maak er wat van. Echt een hele gave kleur geworden en precies de goede lengte. Echt helemaal zoals ik het wou.